We kijken even of alles in orde is wat de deelnemerslijsten betreft. We kijken even of het circuit, de omloop, volledig veilig is om deze 72 renners, om deze 72 renners een veilige wedstrijd te laten rijden. Oké? Okay? Marijke, het moment is gekomen. Juliaan de Krono, momentje. De bladen. Oké, we wensen iedereen heel veel druk. Bedankt om er te zijn. En veel succes. Pak dit het uit. Super traag op dit ogenblik. Dit om de... En hier dan de grappige van de verschillende pensionaren, toeristen die in een toeristenclub van. En er worden blijkbaar al afspraken gemaakt hier achteraan in de groep. Zal hem lossen, ja. Ja, meneer. Geen maar toegeven. Ik heb 70 aan nu, hoor. Kijk eens aan zat. Ik heb een rapport, een minuut of 14 euro.
Waarom blijven we? Je bent aan een hele wedstrijd maken, dan wil ik zeggen dat. Einde wedstrijd voor deze heren. Einde wedstrijd, proficiat jongens. Moedig gestreden. En opzij gaan, en dan is het. En voor de volgende groep die eraan komt, wordt dat eveneens een laatste ronde. Laatste ronde. En kom maar, jongens. Met onze burgemeester erbij. Ronnie Everaert samen met Christophe. En dat is eveneens een laatste ronde. Ronnie Christophe, laatste ronde. En opletten, dames en heren, want we zien de wedstrijdwagen komen. Dat wil dus zeggen dat het niet lang meer zal duren al voor het spel. Meer weten wie er deze... Jawel, Niels. Met het nummer 9, Niels Fransen. En dames en heren, mag ik een dame applaus voor deze Niels Fransen uit Runnen. En hier voor de tweede, derde, vierde en de zoveelste plaatsen. Is het alles in duidelijk 7-1-32. Het nummer 1, Tim van den Dijk. En dan met het nummer 32. En deze soort lot gewonnen door het nummer 61 voor 6 en 47. En aandacht, we houden de baan vrij, want we krijgen opnieuw een groepje renners richting van de aankomst en ze gaan spurten. Opletten voorbij de aankomst dat het baan vrij blijft. Opgewonnen door Jo Robbe voor het nummer 21, dat Stefke 65 als ik me niet vergis, Ruben Gijssen. En dan hier eveneens over de eindstreep met het nummer 25, Jan Oversteins. Opgelet, we krijgen nog twee renners. Ronnie en Christophe. Ronnie en Christophe hier, hand in hand. Proficiat mannen, sportief. De winnaar van vandaag, en dat is Niels Fransen. We verwachten hem hier natuurlijk samen met Juri Buke en Tim van den Dijk. Tim van den Dijk, die op een derde plaats is geëindigd.